Van april af kunnen duizenden mensen nu dokken omkrieten in de regio een coronavaccin krijgen. De GGD rocht het in de oude sporthal De Trimmer een priklocatie in. De gemeente Noord-Oost-Friesland is daar wies mee. Dat vinden we hartstikke mooi dat de GGD hier in Dokkum een vaccinatielocatie onwiest heeft bij De Trimmer. Dat betekent voor de mensen hier uit de omjouwing dat ze net al te vier hoeven om haar een prik te krijgen. De GGD is verantwoordelijk voor het vaccineren. De gemeente had wel meitocht over de locatie, maar is verder net belutsen bij het prikken zelfs. In die zin faciliteren wij dit mooi De Trimmer, omdat hij van de gemeente is. En hebben wij de coalitiehand met de GGD. Dit is een geschikte locatie. We zitten natuurlijk ook met de ontwikkeling van het Hutdraverspark, dat Beetlecore net. Dit is nou even een jel hier lange priklocatie. Voor een coronatest kunnen mensen nu de regio al een skoft naar Kolmta. Dat er voor het vaccineren Nova Dokkum kezen is, daar die de gemeente neutraal in. Maakt het u in principe net zo voluit, altijd maar ik hier in de omjouwing in de gemeente locaties voor de mensen waar ze vrij snel een prik krijgen kennen. De GGD heeft natuurlijk ook heel Friesland dit soort locaties. Nou ja, en het is mooi dat de mensen net naar Drachten of naar Burgum of naar Leeuwarden maken, maar dat men hier in Dokkum in te plakwijzen kennen. Ja, voor mensen nu Marilius of Tenaat of Kalm, moet ze toch wel even reizen hier, maar ja. Eerst nog een keer zo. Dokkum is mooi centraal, ik goed te bereiken, voldoende parkeerplekken bij. Dus ik denk dat het een hele goede locatie is om hier zo gauw als mogelijk iedereen een spuit in de arm te zetten. Hoeveel mensen er aan zijn dij sprikt worden kunnen in Dokkum is nog net bekend. De priklocatie in sporthal De Trimmer bloot in elk geval voor een jelly riepen.